Ook als wetenschappers zijn wij continu bezig de wereld om ons heen proberen te begrijpen. En dat doen wij op basis van de waarneming, de observatie. Een belangrijke vraag is echter, hoe weten wij dat onze conclusies, onze interpretaties van de waarneming accuraat is? Dat die betrouwbaar is? Hoe weten wij dat onze conclusie daadwerkelijk de waarheid weerspiegelt? Ook in de geneeskunde zijn we continu bezig waarnemingen te verrichten aan de patiënt en op basis van die waarnemingen conclusies te trekken over het ziektebeeld dat aanwezig is. De epidemiologie is het vakgebied dat ons vertelt wat de juiste manier is om deze vragen te beantwoorden. Ik wil u meeleiden door de stappen die de epidemioloog maakt om van die vraagstellingen naar een uitgevoerd onderzoek te komen. En dat doe ik op het ziektebeeld waar ik de afgelopen 12 jaar onderzoek naar heb gedaan. De ziekte van Alzheimer. Wat is de oorzaak van de ziekte van Alzheimer bij deze vrouw? Laten wij hypothetisch beginnen. Hoe zouden wij deze vraag willen beantwoorden? Los van de vraag of we het in werkelijkheid ook op die manier kunnen beantwoorden. Stel nu dat wij geïnteresseerd zijn of roken een oorzaak is van de ziekte van Alzheimer. Dan hebben we het waar gebeurde, namelijk de vrouw heeft gerookt en heeft de ziekte van Alzheimer. Wat wij zouden willen doen is hypothetisch terug in de tijd willen gaan. En diezelfde vrouw gedurende haarzelfde leven willen observeren met het enige verschil dat ze niet heeft gerookt. Want dit alternatieve scenario, dat heet in de epidemiologie de counterfactual. Het belangrijkste werkterrein van de epidemioloog is om dit hypothetische scenario te vertalen naar de werkelijkheid. Want de werkelijkheid is veel weerbarstiger. Er kunnen vertekeningen ontstaan in de manier waarop je de vertaalslag maakt van het hypothetische scenario naar de werkelijkheid. Dat zijn de artifacts. Elk medisch wetenschappelijk onderzoek zou zich moeten houden aan de epidemiologische principes zoals ik die zojuist uiteen heb gezet. Dat facts probeert te begrijpen door te redeneren vanuit counterfacts, waarbij zo goed als mogelijk artifacts uitgesloten worden. Ik heb gezegd.